Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland. Ze zijn moeilijk zichtbaar, dat komt omdat ze heel dicht bij de grond hangen. Uit die bewolking valt plaatselijk wat motregen, het is meestal over zeer licht en moeilijk te zien op de regenradar, maar het valt natuurlijk wel en dat dan vooral de oostelijke helft van het land. Ook vanmiddag houden we dat weerbeeld zo. Vanochtend misschien nog een beetje zon in het zuidwesten, maar ook daar wordt het uiteindelijk bewolkt. Geen koude dag, temperaturen zo'n 6 à 7 graden. Dan waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ook vanavond houden we dit weerbeeld. Temperaturen gaan nauwelijks dalen. Uiteindelijk wordt het vannacht 4 tot 6 graden. Morgen ziet het er iets beter uit. Opnieuw veel bewolking, opnieuw kans op wat motregen, maar minder vaak dan vandaag. En later op de dag breekt mogelijk de zon door in het noorden. Wordt ook een graadje warmer, 7 à 8 graden. Woensdag draait de wind naar het oosten tot het zuidoosten. Dan stroomt iets drogere lucht het land binnen. De zon gaat dan vaker schijnen, maar de temperatuur moet ook iets inleveren. Het wordt zo'n 4 tot 7 graden. Donderdag een vergelijkbare dag, en vrijdag neemt de kans op een bui weer toe. Ik ben Michiel Severin van weerplazen.nl.